Weet je wel hoe belangrijk deze dag vandaag is? Echt wel? Nou, nee. Omdat het Valentijndag is? Ook? Nee, nee, vertel eens. Ik ben nergens van in... Nee hoor. Geen idee? Nee. Het is ook maar gewoon iemand. Als die komt. Frans komt zo meteen. Wie? Frans. Of hij neemt een zijgang, maar dan is het aan die kant en aan die kant. Nee, ik vind het gewoon heel leuk voor Frans en Mariska. Maar ik bedoel, het is niet dat ik hier met zenuwen in mijn lijf sta. Oh, gaat het wel gebeuren? Nee. Zijn die voor Frans? Nee, helaas. Nee. Goedemorgen. Welkom. We komen trouwen. Ik trouw je. Goedemorgen. Dit is zeg maar het begin, hè? Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het spannend. Het is een formaliteit, zeggen ze, maar... Ja, het is het begin van een hopelijk een heel lang en gelukkig leven samen. En dat op Valentijnsdag. Hey, ja. Ja. Hey. Ja, dat is wel heel romantisch, hè? Ik kan zeggen wat ze willen, maar hij is wel romantisch, hè, die bouwer. Ja. Ik ga me snel de handtekening zetten, want... Hey, Frans. En zelfs als Frans in ondertrouw gaat, gebeurt het achter gesloten deuren. Net zoals een huwelijk op 9 mei van dit jaar. Alleen burgemeester Den Duin mocht even bij het aankomend bruidspaar kijken. En na 20 minuten, toen mochten we er weer in. Ik dacht van, dat is een hele stapel met persoonlijke toestanden en brieven en weet ik wat. Maar, het is mijn papiertje. Is het een mooie foto geworden, Edwin? Prima foto's. Ja? We hebben het kusje hebben we ook al, dus we zijn tevreden. En was het een bijzonder moment? Ja, voor mij niet. Heeft die man u al iets gegeven voor Valentijn? Nee, nog niet. Nee, dus ik wacht het maar af. Misschien krijg ik nog iets.